aan. Maar gebeurde gewend. Het soms wel? Dat gebeurde soms okay. wel, ja, ja. Dus dat is eigenlijk die sterke man, hè, waar het volk om vraagt. Hè, dat is, maar dat is ook met het idee van als de orde er weer is, dan gaat hij weer weg. Ja. Alleen helemaal in onze huidige tijden, hij gaat niet weg. Nee, en dat was natuurlijk toen ook ja. wel eens. Hè. Julius ja. Caesar is een bekend voorbeeld van iemand die eigenlijk... De bedoeling was dat hij met twee anderen samen de zaak een tijd lang zou regeren. Uiteindelijk trok hij alle macht naar zichzelf toe. Ja. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Ja. Maar eigenlijk die klassieke dictator, zeg maar, is ja, een variant op wat ook in de Nederlandse grondwet bestaat. De noodtoestand. En in die noodtoestand worden er maatregelen genomen. Valt daar ook eigenlijk wel iets voor te zeggen, vindt u? Nou, ik denk dat als een samenleving moet altijd de mogelijkheid onder ogen zien dat er een noodtoestand ontstaat. Mm-hmm. Dat kan bijvoorbeeld zijn op het moment dat een ander land jouw land binnenvalt of iets dergelijks. Hè? Mm. En dan alle landen hebben een regeling voor dat soort situaties. En dat betekent bijna altijd een grotere volmacht voor de regering. En het tijdelijk opschorten van een aantal vrijheden en ja. rechten. Nou, zei je al dat ijdelheid een valkuil is van een dictator? Vond ik interessant. Wat is nou nog meer een zwakke plek waar vooral het volk op kan anticiperen? Ik denk dat de grootste... Ik zou een heel ingewikkeld antwoord kunnen geven. Maar ik denk dat de belangrijkste plek... En ik denk dat dat ook heel erg geldt voor de DDR, waar we in het begin wat van zagen. Is dat een dictatoriaal regime vroeger of later echt op grote afstand van de bevolking komt te staan. Hm. En dus ook het probleem krijgt dat ze eigenlijk alleen maar horen wat mensen denken dat ze willen horen. En steeds verder van, ik denk dat een van de dingen die mij altijd bijgebleven zijn uit die periode rond 1989, was, om zo maar te zeggen, de oprechte verbazing van de leiders van de DDR dat het volk niet meer van hen hield. En dat zegt heel veel over wat daar gebeurd is in een periode van 40 jaar. Een geleidelijke vervreemding, een afstand die ontstaan is tussen de bevolking en het regime. Ja. Waardoor, en ik denk dat dat voor een dictatoriaal regime altijd een Achilleshiel is. Dat je het contact met de samenleving verliest, zeg maar. Ja, helder. Beste mensen in het oosten, mag ik ook een vraag stellen? Even kijken... Hoe kan dat er de laatste jaren steeds meer in voormalig Oost-Europese landen een hang is? We hebben het over één generatie terug, hè? Gewoon bijna 30 jaar geleden. Hang is terug naar dingen van het vroege. Ik geloof dat er ook een term voor bestaat. Een soort nostalgie, maar omdat het uit het oosten komt, noemen ze het nostalgie. Nostalgie. Ja. Hoe kan dat nou? Nou ja, ten eerste is dat natuurlijk heel spijtig dat gebeurt. Maar ik denk dat het tot op vrij grote hoogte wel begrijpelijk is. Ik denk ten eerste dat, je moet niet vergeten, de landen in Centraal- en Oost-Europa, zoals de DDR, waren landen die in feite na de Tweede Wereldoorlog bezet zijn. Dus het waren geen dictatoriale regimes van eigen bodem, maar het was in feite ik zei daar straks, het was een marionettenregering. Mensen hebben in dat deel van Europa heel vaak het gevoel van, ja, we zijn nu van de Sovjetmacht zijn we af. Ja. En van die marionettenregering. En we hebben de EU en Brussel ervoor in de plaats gekregen. En die vertellen ons nu wat we moeten doen. Dat is denk ik één heel belangrijke factor. Ja. En twee, deels dankzij diezelfde EU en ook dankzij de influx van mensen uit West-Duitsland in Oost-Duitsland bijvoorbeeld. Alle adviseurs die daar naartoe gingen. Er heeft daar een enorme kaalslag plaatsgevonden. En niet zozeer in de grote steden, maar wel op het platteland. En dat is echt heel erg wat daar gebeurd is. Voor een deel gebeurt dat hier ook. Hier vindt ook een kaalslag op het platteland plaats. Alleen dat gaat veel langzamer. En daar is dat heel snel gegaan. En met name mensen die in kleinere plaatsen op het platteland wonen, die hebben heel sterk het gevoel dat ze van de regen in de drup gekomen zijn. En dat ze belazerd worden door hun eigen regering, het parlement, et cetera. En dat verklaart denk ik heel veel van dat sentiment. Ja, ik heb nog twee korte vragen voor u. Eerste is, bij uw eigen praatje, u klonk, ik vind het niet leuk om te zeggen, maar u klonk heel overtuigend. En ik vroeg me af, hoeveel moeite heeft het u gekost om u in te leven in de positie van een adviseur van een dictator? Zoals ik zelf al zei, ieder mens heeft autoritaire en dictatoriale trekjes en die kun je makkelijk exploreren. Ja, daar was ik al bang voor. Ja. Maar ik denk dat we de tijd allemaal hebben. Ja, dat denk ik ook. Dus in die zin is dat een serieuze vraag. Ik denk, wat dat betreft, dat probeer ik meestal.
ik denk dat we wat dat betreft echt heel erg moeten oppassen met zeg maar, het demoniseren van dictatoriale regimes. Niet omdat ze oké zouden zijn, maar wel omdat ze op hun manier door en door menselijk zijn. En dat is ook meteen waarom dat niet... Dat is niet gebonden aan een volksgeest of aan cultuur. Tijdgeest. Of aan tijdsgeest of religie. Tijdgeest misschien nog wel, maar dat is een heel glibberig begrip. Ja. Maar ik denk niet dat het bij voorbaat... Ik zie het niet morgen gebeuren, daar gaat het niet om. Maar ik denk niet dat Nederland veilig is... op lange termijn voor een vorm van dictatoriaal gezag. Ja. En de roep, wat ik aangaf in mijn praatje... de roep om een sterke leider, bijna altijd een sterke man... maar dat is waarschijnlijk... dankzij gendergelijkheid ook een kwestie van tijd. De roep om een sterke leider is wereldwijd heel sterk. En voor een deel ook begrijpelijk. Oké. Mijn laatste vraag. U heeft zich echt van mensen waarvan wij, van wie niet, wij niet heel vaak horen. Salazar, vond ik het mooie. Dat hoor ik niet heel vaak over een mooi betoog. Maar ook u heeft andere mensen genoemd, mensen die net op de rand staan. Van ja, mag je nog op vakantie gaan naar Turkije, naar zo'n paraatje wat iedereen heeft gezien. Maar ja, u heeft zich een beetje verdiept in die types. Wat is uw favoriete dictator? We mogen ook een top 3 zeggen, het liefst met de volgorde, maar je kan zeggen in de willekeurige volgorde vanaf de tijd van oudheid tot nu. Wij doen hier niet aan top 3's, hè? Iedereen is gelijk. Dus... Oh, oké. Okay. Ja. Dank je, ja. Dank je. Ja. Ja. Nou, dan staat iedereen op 1. Ja. Ja. Ja, maar noem eens 2, 3 mensen waarvan je denkt, nou, dat waren echt mensen waarvan ik denk, nou, die hebben het goed in elkaar gebracht, zoals de adviseur, dat u zelf zei, principe. Maar wie zijn dit die leuke... Nou ja, ik denk wat ik in mijn praatje verwerkt heb, dat is in die zin wel, even los van het feit dat ik zelf geen enkele sympathie heb voor autoritaire of dictatoriale leiders. Behalve maar, goede neiging. Nee, ik bedoel, wat ik wil zeggen is, je kunt wel degelijk een onderscheid maken tussen mensen die dat zeg maar technisch goed doen of die dat succesvol doen. Ja, ja, ja. En ik denk dat dat alles te maken heeft met een vorm van zelfbeheersing en met een vorm van terughoudendheid. En wie deed het goed? Ik denk dat bijvoorbeeld Vladimir Poetin dat op zijn manier goed doet. Rusland is in heel veel opzichten op dit moment een erg vrij land, waar bijvoorbeeld, ik geef één voorbeeld, het beroemde boekje van Gene Sharp, From Dictatorship to Democracy. Dat is een soort handleiding hoe je langs vreedzame weg van regimes kunt afkomen. De Russische vertaling daarvan is in Rusland gewoon te koop. En dat kun je repressieve tolerantie noemen. Ja. Dat kun je ook terughoudendheid noemen. Dat kun je ook zeggen, je geeft het volk een deel van wat het volk graag wil hebben. Kun je allerlei kanten mee op. Maar ik denk dat dat in die zin relatief... gunstig of succesvol is. Dus Poetin vindt u... Kappen nu af. Wij kappen, ja. Sorry. Zo gaat het in het oosten, ja. 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 Evert van der Zweerde, veel dank. Applaus. Oké, we krijgen nu een interview zoals het bij ons gaat. Dus niet zo'n praatje van het katheder, maar een gesprek in het Westen. Dat vinden wij altijd het leukste. En mijn gesprekspartner, ook iemand die echt helemaal goed gedijt in het Vrije Westen. Een man van echt werkelijk 12 ambachten en 15 ambachten, moet ik even zeggen. Geen ongelukken. Kunsthistoricus, schrijvers, gasonderzoeker, Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. En vraag me niet waar hij de tijd vandaan haalt. Maar ook in de Volkskrant komen we hem regelmatig tegen. Mag ik een groot applaus voor Thomas von der Dunk. Thomas, zou je alsjeblieft daar plaats willen nemen? Thomas, is... Totdat hij het doet. En hij doet het nu? Ja. Ja, zo gaat het in het Westen. Alles doet het. Ja. Oké. Thomas, mag ik tutoieren? Ja hoor. Ja, oké. Okay. Thomas, we gaan even terug in de tijd. Hoe ging Nederland, pak een beetje tijdens de Koude Oorlog, om met die Europese tweedeling? Wat deden de Nederlandse regering of Nederlands volk? Kan je daar even iets over vertellen? Ja, ik denk, ben ik goed verstaanbaar, ook in de alle loudspeakers die dat volgen moeten. Ja. Ik denk dat je een beetje een deling moet maken in 2 periodes. Van de hele periode 1945-1989. Eigenlijk een vrij precieze tweedeling, namelijk ergens zo halverwege de 2e helft van de jaren 6. Ik denk dat je een beetje een grens moet leggen. Ja. Daarvoor heb je, officieel spreek je voor de hele periode van de Koude Oorlog.
Maar voor de eerste helft van de periode kun je natuurlijk echt zeggen dat men zeer vijandig tegenover elkaar stond. Daarmee ook de indeling in twee blokken een vanzelfsprekende was eigenlijk voor iedereen. Afgezien dus van land als Joegoslavië. En een paar neutrale landen. Dus die tweedeling was heel vanzelfsprekend. Nederland deed ook vanzelfsprekend en mee. En er werd een hele duidelijke dreiging gevoeld. En er waren diverse momenten met als hoogte- of dieptepunt de Cuba-crisis uiteindelijk. 1962, dat was eigenlijk misschien het meest riskante moment. Waarop het idee was, ja, hier kan het ook echt misgaan. De tweede periode, dat start een beetje in eind van de jaren 60, waar dus nu wel vaak wordt gezegd, ja, dat is ook nog een koude oorlog, die toch veel meer als een periode van ontspanning werd ervaren. Het idee van, ja, de blokken, het gevaar uit het oosten in die zin is weg. Men erkent in feite de tweedeling, dus we hebben ook bij Hongarije niet ingegrepen, ook in 68 bij Tsjechoslowakije niet. Men erkent de tweedeling en men probeert die tweedeling, nou ja, van minder betekenis te maken, laat ik het zo zeggen. Aan beide zijden is dat eigenlijk. En dat betekent ook dat je bovendien ook in het Westen, dat heeft ook te maken met Vietnam, een toenemende kritiek krijgt op de vanzelfsprekendheid waarmee iedereen achter Amerika aanliep. Maar dat hangt natuurlijk ook samen met het gevoel dat Brezhnev toch echt geen Stalin is. Dat is meer een vergrijsd gezelschap. Ook Honecker toch ook echt geen Ulbricht is, om even dat verschil te maken. En dat is, ja, dat is eigenlijk de periode. Ik ben zelf van 61, ik ben 6 weken ouder dan de muur. Zeg ik altijd maar goed, tegenwoordig heeft niemand meer die muur gebouwd, want hij is natuurlijk al 30 jaar weg. Hij is langer weg dan hij gestaan heeft intussen al. Ja. Mijn eigen herinnering is eigenlijk de periode van toch de dode ontspanning geweest. Natuurlijk, er waren ruzies, er waren spanningen, maar ik kan me niet herinneren, sinds het moment dat ik zelf politiek bewust werd, midden jaren 70, dat er een moment was waar je echt dacht van, hoe gaat het volledig mis? Je lijkt volledig mis te gaan. Ja, behalve tijdens de, misschien weer in de jaren 80, tijdens de kernwapenwet. Nee, dat was een hele andere, tenminste bij mij, en dat kijk ook bij anderen, was meer, en dat is een veel groter risico, dat is meer de angst, er kan per ongeluk wat misgaan. Kijk, bij de Eerste Wereldoorlog, dat is nu 100 jaar geleden die herdacht, daar had men nog een maand de tijd tussen de mobilisatie en het eerste schot om eventueel die oorlog te voorkomen. Het probleem is natuurlijk nu met die techniek, regelmatig zijn er per abuis raketten de foute kant op gevlogen. En dan heb je maar een paar minuten bedenktijd om te herkennen, denk even aan die kaping op Schiphol tussen aanhalingstekens, om te herkennen, is dat inderdaad een vergissing, doordat, laten we zeggen, de schoonmaakploeg een foute stekker en een foute stopcontact heeft gestoken. Dat risico is steeds groter. Ja. Of is dat een bewuste aanval? Dus de angst, laten we zeggen van de jaren 80, van die demonstraties, was denk ik meer. Ja. Men beheerst het meer als het idee van, ja, iemand van kwade wil met veroveringsplannen wilde laten de boel ontsporen. En ik denk ook dat het technische probleem nog steeds bestaat. Dat het dus technisch per abuis, er zijn ook natuurlijk films over geweest, speelfilms, dat men in paniek aan allerlei snoeren begint te trekken, want men kan het niet meer stoppen. Ja. En dat is denk ik een groot verschil. Ja. Ik geloof dat een van de kopstukken ook van het DDR-regime later heeft gezegd dat het marxisme is uiteindelijk gefaald of heeft gefaald op het moment dat marxisme niet kon inspelen op de kernwapens. Ja, ik zou zeggen dat de boel... Ik citeer iemand, hè? Ik zou zeggen dat de boel gefaald heeft, is er vooral een economisch falen geweest, waarbij men uiteindelijk niet opkomt tegen de westerse consumptiemaatschappij en die ook natuurlijk de beelden daarvan niet meer buiten kon houden. Ik bedoel, zeker als we even toch toespitsen op Duitsland in de DDR, kon iedereen Westfernsehen volgen, behalve in het uiterste zuidoosten voorbij Dresden, dat heet dan ook het taal der ahnungslosen. Dat was het tal van de mensen die van niks wisten. Dus men was daarvan op hoogte, waarbij men met tegelijkertijd ook in het oosten ook wel een scheef idealistisch beeld kreeg van het westen. Men dacht dus echt dat Dallas and Dynasty, dat soort films, dat iedereen hier zo leefde. Die neiging bestond natuurlijk ook. En dat heeft ook iets verklaard, denk ik, van de terugslag die vervolgens volgt, dat wij hier ook niet helemaal in het paradijs leven. Ja. Nog één vraag over hoe wij in die tijd met het verschijnsel, de Koude Oorlog of de scheiding leefden. Correct me if I'm wrong. Maar was er ook niet een periode dat de Nederlandse intelligentsia een vrijage aanging met dingen in het oosten, met Rusland, met Cuba,
Of ja. Heb ik het verkeerd begrepen? Je hebt altijd die fellow travelers geweest. Dat is natuurlijk ook wel in de jaren 50. Dat wordt in de jaren 60 wordt dat breder. Ja. Ook omdat de Koude Oorlogsretoriek natuurlijk ook niet meer helemaal zo aanzat. Nogmaals, omdat Brezhnev ook geen Stalin is. Dat meteen Vietnam bespeelt een hele belangrijke rol. Ja. Dus het lelie blanke Westen, zal ik maar zeggen, versus het duistere Oosten blijkt zo ook niet te kloppen. Dat zijn allemaal factoren. Plus het feit, daar zit iets paradoxaals in, plus het feit dat men hier in de loop van de jaren 60 natuurlijk ook moet constateren, dat wordt ook in Duitsland zelf weer bespreekbaar, dat de denazificatie in West-Duitsland natuurlijk ook wel de 21ste heeft overgelaten. Ook in het oosten overigens, voor een bepaald opzicht. Alleen, dat werd dus een beetje, kijk, dat zeggen, de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Ja. Dus het tegendeel van iets wat ik kritiseer, daar is natuurlijk ook een neiging om dat positief te gaan beschouwen. Tegelijkertijd is het interessante, valt het ook samen met Willy Brandt, met de opening die vanuit Duitsland wordt gemaakt, dat men dus niet meer kiest voor een pure koude oorlogsretoriek, de machtswisseling van CDU naar SPD, de Oostpolitiek, een poging om, wat natuurlijk eigenlijk betekent de facto, de acceptatie van die deling, het idee, dat kunnen we ook helemaal niet veranderen. Dat kunnen we ook helemaal niet meer veranderen. Ik bedoel, die was natuurlijk ook al eind jaren 60 of 20 jaar lang bestaan. Die kunnen we niet meer veranderen. Dus we moeten mee leven, dus we moeten menselijker maken. Nou ja, laten we zeggen, wat men nu in Korea probeert, gewoon om te zorgen dat ieder van familieleden elkaar weer kunnen zien en spreken en dat soort zaken. En daar heeft die Oostpolitiek een hoop aan bijgedragen. Wat tegelijkertijd dus ook weer het beeld van de Bondsrepubliek weer positieve kleuren, totdat als gevolg van de RAF en de paniek die toch wel in West-Duitsland uitbracht onder Schmid bij die terroristische aanslagen, maar natuurlijk toch West-Duitsland ook met een zekere harde hand, het beroepsverbod, zal ik maar zeggen, is opgetreden daartegen. En dat bracht dan weer de Bondsrepubliek weer enigszins in discrediet. Bij allerlei wat meer linksgericht milieus. Die zeiden van laten we zeggen, in Berlijn, daar kun je toch in Oost-Berlijn, daar is dan toch iets meer vrijheid. Dat was natuurlijk ook een soort van tolerantiehoek daar in Oost-Berlijn. En dat is natuurlijk één van, als ik nog een advies mag geven aan de adviseur van dictatoren. Je moet ook altijd zorgen dat er een zekere niche is waarin men zich kan uitleven. Waarmee je natuurlijk suggereert van, zie eens, we hebben hier toch ook vrijheid, we hebben hier toch ook discussie. Waarmee je dus ook de illusie wekt dat er ook enige ruimte is. Dat is ook altijd belangrijk, denk ik. Tenzij je inderdaad een volslagen totalitaire onderdrukkingste dictatuur hebt van het kaliber van Hitler of Stalin. Ja. Maar dat was natuurlijk de DDR ook niet meer. Het was vooral een uiterst miserige spionagedictatuur, laat ik het zo zeggen. Iedereen bespioneerde elkaar. En bureaucraten aan de top. Met bejaarde Sorry, zijn het democraten? Of? Bureaucraten. Bureaucraten, met bejaarde correctie. Bureaucraten aan de top die inderdaad, en dat gaf de spreker ook goed aan, zelf gingen geloven dat ze inderdaad geliefd waren. Althans, de echte top. Ik maakte even onderscheid tussen Honecker en Krenz. Ik geloof Krenz had wel degelijk door hoe het in elkaar zat. Maar, en dat is natuurlijk, elke dictatuur wordt een slachtoffer van zichzelf. Honecker, dat weet ik. Maar wat is die andere? Krenz, dat is degene van de generatie daaronder. Ah. Die nog even toen Honecker moest terugtreden, eigenlijk dacht, nu is mijn kans. Ah. Dat was natuurlijk degene die wel wist hoe het in elkaar zat. Maar die een valse boodschap naar de Libiaanse top bracht om zijn eigen positie te sterken. Dat is natuurlijk altijd het Byzantinisme. De laag eronder om zelf zijn positie te verstevigen, gaat dus zeggen wat de leiding wil horen. Een gevaar dat we overigens ook wel in democratie herkennen als mensen te lang op een bepaalde plek zitten. Dat die dus naar de mond gepraat worden. Maar in dictatuur, waar natuurlijk geen vrije pers is, waar natuurlijk de kritiek veel minder aanwezig kan zijn, is dat risico dat de dictatuur uiteindelijk het slachtoffer wordt van haar eigen leugens, erin gaat geloven. Straks werd natuurlijk Honecker genoemd. Ik moet veel meer nog denken aan Ceausescu op die fameuze demonstratie. Ja. Op dat balkon, die man was oprecht verbijsterd met wat hem overkwam. Ja. Want hij had 30 jaar lang gehoord dat hij genie van de Karpaten was. En plotseling viel die wereld in elkaar. Ja. Overigens, we krijgen straks twee video's te zien. Ja. Waarbij bij een van de video's ook iemand uit Roemenië vertelt hoe zij zelf omging in die tijd met leven in een dictatuur. Het is een mooi filmpje, dat komt zo meteen. Maar mijn laatste vraag voor jou, en dan zo zijn we in het Westen. Ja. Dan laten we het misschien, we hebben ze mensen uit het Oosten, ook een vraag voor jou. In het bijzonder Meerte. Mijn laatste vraag. Heeft de Europese Unie op dit moment heeft genoeg kracht, macht om de lidstaten, er werden al een paar lidstaten door onze adviseur werden genoemd, om daarmee om te gaan. De lidstaten die een beetje de democratische principes aan hun laars lappen. Kunnen we dat aan? Nee,
Nee, nee. Oh, de helden. Helaas niet. Dat is een naïviteit geweest ook in Brussel. Dat men dacht van ja, eenmaal als die democratieën zijn, dan is alles zeker gesteld. Wat betekent in het hele Europese systeem... heel kort, ja. Ik krijg van daarna het nieuw... Ja, zo gaat het in het Westen, ja. We hebben gewoon genoeg spullen. Ja, ja, ja. Ja, ik krijg hier bepaalt de commercie dat we moeten stoppen. Ja, ja. Ah, dat was een technisch probleem. Ja, zo praat ik straks, ja. Zo ja. Ben ik goed te horen, ja? Ja. Oké. Okay. Mijn dank is groot. Ja. Dank je wel. De vraag is, kunnen wij die regimes aan? Als nee. Uit naïviteit en uit zelfbelang heeft iedereen een vetorecht binnen de Europese Unie. Tenzij je nog helemaal alleen staat. Maar aangezien er natuurlijk al twee landen zijn die voorop lopen, zal ik maar zeggen, namelijk Hongarije en Polen, en elkaar dus uit de wind houden, lukt dat dus niet. Toch die landen steeds dictatoriaal worden. Vooral Hongarije vind ik een groter probleem dan Polen. Ja. In Polen is de weerstand is een stuk sterker. Als je dat probeert te verklaren, dan kom je erbij dat Hongarije natuurlijk nog een veel dieper liggend trauma heeft misschien dan Polen. Dat heeft te maken met Trianon. 100 jaar geleden. Geen land heeft zoveel land verloren als na de Eerste Wereldoorlog, als Hongarije. Waarbij een heel groot deel werd tot een derde gereduceerd qua oppervlakte, waarbij heel veel Hongaren in het buitenland zijn komen te wonen. Waarbij ook nog komt dat de Hongaren etnisch en linguistisch geen enkel verwant volk hebben. Nee. Ze staan helemaal alleen. Ja, je moet dan best bij confinale andere en van de aardbol wil je nog iets vinden. Fins heeft een beetje verwant kataal, maar is ook al heel anders. Ja. Terwijl de Polen zijn natuurlijk toch veel meer deelvoerder, omdat ze altijd meer deel van een Slavische familie. Dus dat speelt daar minder. In Polen is die civil society is duidelijk toch een stuk sterker. Dus er is veel meer verzet tegen die koers van Kaczynski. Kaczynski zelf is ook een veel minder sterke figuur dan Orbán. Ja. Orbán is ook een veel geslepener figuur in dat opzicht. Het is wel zo, als je natuurlijk zegt, de verklaring voor het Pools probleem, daar zitten ook de fouten van het Westen in. Het is een rampzalige coïncidentie geweest. Rampzalig wat? Coïncidentie geweest. Toevallig. Samengaan van gebeurtenissen. Dat de val van de muur en van het communisme samenviel met de hoogtijdagen van het Thatcherisme en het Reaganisme in het Westen. Ja. Daarmee is werkelijk via een soort zwart-wit model, en dat kan niet voldoende benadrukt worden, is een kapitalistisch, een superkapitalistisch systeem, zelfs in een vorm als het in feite nog niet eens in Engeland gerealiseerd was, is overgeplant op Polen als een soort proeftuin en op die landen, ook in Rusland. Rusland ook, en dat heeft dus de democratie in een enorm diskrediet gebracht. Ja. Voor de Russen staat namelijk democratie en markteconomie gelijk aan chaos en verarming. Ja. Want dat is wat ze overkomen is. En dat geldt ook voor een groot deel van de Poolse bevolking. Ja. Kijk, één ding. Kijk, er is nu de fatale keuze ontstaan in Polen tussen enerzijds neoliberalen, dat zijn degenen die nu zijn weggestemd, onder Tusk. Hè, die hebben zich totaal niet bekommerd om een groot deel van de Poolse bevolking. Die moesten zich maar zelf invechten. Ik citeer maar even onze premier. Ja, die moesten zichzelf maar invechten, zichzelf maar zien te redden. Dat die mensen massaal kiezen voor iemand als Kaczynski, die natuurlijk ook relatief nu kan uitdelen. Hè, ik denk maar even aan wat hij allemaal doet. Dat snap ik heel goed. Dat is een grote fout geweest vanuit Europa, dat men als een soort kapitalistische proeftuin heeft gebruikt Oost-Europa. En dat heeft dus die regimes, die dictatoriale naam, die autocraten, heeft dat enorm geholpen. Dat geldt ook voor Poetin, heel duidelijk. Ja. Ja, wat ik me afvraag, laten we ook naar het Westen kijken. Ja. Daar zie je ook de opkomst van veel rechts-nationalisten, nationalistische conservatieve partijen. En wat zie je nu gebeuren in de EU? Je ziet bijna een soort van blokvorming tussen rechts, conservatief vanuit het oosten en westen samen. Zou uiteindelijk dat zo'n groot blok kunnen worden dat de vrijheden die zij hier in het westen ervaren misschien zelfs wel zouden kunnen overgetoppeld of in discrediet zouden kunnen gebracht door deze blokvorming? Dat is denkbaar. Eerst komt het fresse en dan de moraal, als ik iemand uit het oosten mag citeren. Ja. Ook in het westen zie je natuurlijk een aantal landen, en dat is in één land duidelijk sterker dan het andere, zie je een gevoel van verlatenheid. En dat betekent ook een zekere neiging inderdaad om naar sterke leiders te kijken. Dat zie je heel duidelijk in de Verenigde Staten. Dat denk ik is duidelijk het grootste probleem in dat opzicht. Frankrijk zelf ziet natuurlijk ook dat probleem. En Frankrijk heeft natuurlijk altijd een hele duidelijk verlies in twee presidentiële democratieën.
He, dus waar een hele duidelijke sterk gekozen president is. Daar is het risico van machtsmisbruik een stuk groter dan in ons, dan in, laten we zeggen, een parlementair systeem als het Nederlands of het Duitse of het Oostenrijkse of noem maar wat op. En daar zul je ook zien, Johnson kan niet voor elkaar krijgen wat Trump voor elkaar kan krijgen. Johnson kan zich niet beroepen op een volledig direct mandaat. Hij is uiteindelijk altijd alleen maar gekozen partijleider. Kan ook weer afgezet worden als conservatives me zat zijn. Trump kan altijd zeggen, ik ben door het volk gekozen en namens het volk mag ik doen wat ik wil. Ja. Dat is ook de houding van Trump. Daar zijn ook duidelijk vragen van de checks en balances. Je ziet dat dus in een aantal landen heel duidelijk om dat soort redenen, dat ook daar degene die zich verwaarloosd voelen, de gele hesjes in Frankrijk, zal ik maar zeggen, dan een deel van de verarmde middenklasse in de Verenigde Staten. Italië ziet op een bepaalde manier zie je natuurlijk ook. Daar spelen vaak ook nationalistische traumaschool. Wat het moeilijk maakt, nu even de vraag van de blokvorming. Ja. Wat de blokvorming tegelijkertijd moeilijk maakt, is al die lui hebben wel hetzelfde wereldbeeld. Maar omdat ze nationalistisch snel zijn, krijgen ze ook weer ruzie heel snel over alle nationalistische dingen die er zijn. Ik heb zelf recent een boek geschreven over Zuid-Tirol. Die kwestie was intern tot zwijgen gebracht, want de meeste Zuid-Tirolers kunnen leven met de autonomie die er nu is. Alleen, het werd zowel vanuit Rome als vanuit Wenen werd het opgestookt door de nationalisten. Want ja, datzelfde speelde ook tussen Polen en Rusland in zekere zin. Kijk, als het gaat om het wereldbeeld, zou ik bijna zeggen, geef Polen weer terug aan de Russen. Poetin en Kaczynski qua wereldbeeld kunnen direct door één deur. Alleen, ze zijn natuurlijk elkaars doodsvijanden als het gaat om de kijk op de geschiedenis, want ze zijn beide nationalisten. Ja. Dus dat verhindert elke keer de blokvorm. Zodra het concreet wordt, is een internationalistische internationale van nationalisten, is dan eigenlijk heel snel een omding. Ja, is ook weer de redding eigenlijk. Dat is misschien ook de redding, waarbij men zich in het Westen, en in ieder geval ook in Europa, zeker niet rijk rekenen moet. Want Europa staat er echt niet best voor. Daar ben ik inderdaad wel vrij pessimistisch. Je ziet toch ook, het heeft ook geen echt overtuigende democratische leiders op het ogenblik. Die inderdaad een overtuigend verhaal kunnen houden. En het gevoel, niet voor niets dat nu ook plots hier ook in Nederland met alle demonstraties worden geconfronteerd, is natuurlijk toch, als je eventjes de oogst opmaakt van de afgelopen 30 jaar sinds de val van de muur. Daar heeft niet iedereen gelijk van geprofiteerd. Daar zijn ook mensen op achteruit gegaan die zich bedreigd voelen. En daar zijn mensen die er evident van geprofiteerd hebben. En dat is een probleem van Europa. En dan rond ik hiervoor af dat er weer een vraag komt. Het probleem van Europa is dat degene die Europa het meest propageren, ook degene zijn die er op het ogenblik het meest zichtbaar van profiteren. Ik bedoel, van dat hele neoliberale marktbeleid, van die open markten. Heel leuk als u drie talen, als u zeven talen spreekt. Dan heeft u een prachtige carrière van Monnikendam naar Marseille, naar Milaan voor de boeg. Maar als je dat niet doet, dan is die open grenzen zijn vaak een duidelijke bedreiging. Ja. Ik moet altijd, en dat is eigenlijk de relatie tussen Oost en West. Dat is, ik moet altijd refereren aan dat fameuze Franse Europese referendum, vlak voor ons, over de grondwet, 2005 als ik het goed heb. 64% was het, geloof ik. Hè? Ja. Nee. Vlak voor dat referendum maakte de directie van een autofabriek in Mulhouse in de Elzas bekend dat zij de fabriek zou verplaatsen naar Roemenië. De Franse arbeiders mochten mee als ook met Roemeense salarissen genoegen zouden nemen. Dat was de directie uiteraard niet voor zichzelf van plan. Integendeel, in de beste geest van de Polmans en al die lui, deze bezuiniging was een goed argument om het eigen salaris te verdubbelen. Dat dan de Franse arbeider bij de stembus zegt, Europa nee bedankt, zal ik al te goed. En dat speelt natuurlijk ook bij de kiezers aan Kaczynski-zijde, als het gaat aan uw zijde van het IJzeren Gordijn, wat hier nu op instorten staat, geldt hetzelfde. En zolang men dat niet beseft in Den Haag, en dat besef is nog amper ingedaald, denk aan het gedoe met de dividendbelasting. Zolang men dat niet beseft, zal dit probleem blijven staan. Ja. Elite die de boekheim wil laten aanhalen, is alleen geloofwaardig als ze bij zichzelf begint. En Thomas, hoeveel talen spreek jij? Zeven? Poeh, nee. Oké, dan profiteer. Oké, dan ben ik genoeg. Ik spreek twee heel goed, zeg maar. Ja. Ik spreek Nederlands en Duits, ik spreek Engels en Engels behoorlijk. In het Frans kan ik me enigszins redden. En ik kan Italiaans een beetje lezen en verstaan. Oh, het komt wel richting 7 bij. Nou, dat is dan vijf. 3,5 met nog een kwart erbij. Oké, Thomas, Thomas van der Dunk, dank voor je bijdrage. Je gaat terug naar de zaal. Dank je wel. Ja. Dank je wel. Ja, en dan schakelen we nu van de machthebbers naar de burgers. En daarvoor gaan we eerst kijken naar een videoportret.
We stonden in de rijen zonder te weten waarvoor. Wat zouden we moeten krijgen? Spijkers, sinaasappels, vlees, maakt niet uit. Het belangrijk was dat je iets kreeg. Ik herinner me mijn eerste boek. Het was een klein boekje van Cesar Petrescu, denk ik. Ne Luca heette, de spook. Het was een hele bijzondere ervaring. Een contact met de magische wereld van het lezen. Boeken waren altijd een parallel universum. Hè. Je had de werkelijkheid. De werkelijkheid die verschrikkelijk was in de harde jaren van het communisme, dus toen ik klein was. En dan hadden wij ook deze magische wereld van de boeken. Ik denk dat wij geboren werden in angst. Je voelt een angst en je weet niet precies waarvoor. Angst dat jouw broer of oom een verklikker was en hoorde toen jij iets over Ceausescu zei of je vader. Ik denk dat angst mijn tweede natuur is. En dat door mijn kindertijd, door wat ik in Roemenië heb meegemaakt. We hadden veel armoede, we moesten elke dag in de rij staan voor brood. Dat was ons leven. Ik moest ook eten stelen. Witte bonen ging ik plukken. Gewoon, maar die waren niet van ons. Mais, op het maïsveld, ja, ging ik altijd stelen eigenlijk. En ik herinner me ook de angst, hè, want die maïsvelden maken een geluid. Hè, een bijzonder geluid. Je kan niet zomaar daar lopen en het idee hebben dat je alles hoort. Mijn hele kindertijd, ook in mijn internaat, ook later in Boekarest toen ik student was, heb ik eten gestolen. Ik heb nog steeds, maar ik denk als ik wakker word, is mijn eerste gedachte, wat eten we vandaag? Ik stopte met eten, stelen. Ik denk een paar jaar voordat ik ging trouwen. Ik ging met mijn boeken naar een veldje, mijn geheime plek eigenlijk. Meer dan dat, die grond en die bloemen daar hebben mij gered. Daar ben ik sterker geworden, daar heb ik hoop gekregen. Daar liggen in de zon, in de hitte, in de zomer en met mijn boeken kijken naar de hemel. Daar heb ik de grote hoop gekregen dat ik iets anders zou doen in mijn leven dan mijn ouders hebben gedaan. Dat ik het zou redden, dat ik ooit misschien boeken zou schrijven. Je krijgt de instrumenten om met je eigen hoofd te denken. Om te zeggen, even wachten. Misschien zit het niet zo hoe het partij tegen ons zegt. Hoe wij op school leren. Misschien is het toch anders. Dus als zo'n boek kan bestaan, dan kan ook de werkelijkheid van een boek, van het boek bestaan in een paar jaar. Wie weet. Het was een manier om een beetje vrijheid te krijgen. Vrijheid in een dictatuur. Alle dictaturen vinden het woord gevaarlijk. En schrijvers zijn de vijanden eigenlijk. Lezen is ook een daad van verzet. Het is een mes met twee kanten. De schrijver kan de taal gebruiken om zijn waarheid te communiceren. Maar tegelijkertijd werd de taal in Roemenië een instrument van propaganda. Een instrument van de macht. Să adresez din inimă rugămintea de a lua cuvântul la această mare adunare populară a oamenilor muncii din capitală, a mult iubitului și stimatului conducător de partid. De schrijvers tegelijkertijd gebruikten de taal om andere boodschappen te geven.
Je kon de taal gebruiken om je eigen boodschap van de waarheid door te geven. Je had een contract met de lezer als schrijver. De lezer wist dat je iets anders bedoelde. Je kon bepaalde woorden dubbelzinnig gebruiken. Zo werden veel schrijvers verboden. Voor boeken of voor schrijven, voor religieuze gedichten zaten zoveel schrijvers in de gevangenis. Een leven lang in de gevangenis voor een gedicht. Ja, als kind weet je dat niet. Maar op het moment dat je dat ontdekt, dan is de magie voor altijd verdwenen. Is je kindertijd ook bevlekt, eigenlijk. Ik droom nog steeds over die tijden. Ik vraag me nog steeds af, wat kon ik doen? Of wat hebben de anderen gedaan? Waarom hebben we niet meer gedaan? Met mijn verstand van nu, weet ik dat we hebben geaccepteerd om literatuur als drugs te gebruiken. Eigenlijk moet je dat gebruiken om de grenzen open te maken. Moet je dat gebruiken om in opstand te kunnen komen. Moet je dat gebruiken niet om verder in de dictatuur te kunnen accepteren. Je moet dat gebruiken om in opstand te komen. Mooi. Ja, dat krijgt een applaus. Ja, dat is terecht ook. We zeggen romanschrijver Mira Fetico. Mira, dat ben jij, hè? Zou je alsjeblieft heel kort naar voren willen komen? Even een kort gesprek. Kom alsjeblieft naar voren. Mira, kom even hier alsjeblieft, ja. Deze is voor jou. Even... Nee, dat was ik ook niet van plan. Als jij daar zou willen zitten, heel kort. Ik heb maar twee korte vragen voor jou. Even kijken, je komt uit Roemenië. En sinds wanneer woon je in Nederland? 14 jaar. 14 jaar, ja. Even kijken, praat even door, dan zetten ze hem aan. Ja. Praat even door. Ja. Ik ben in Nederland al bijna 15 jaar. Volgend jaar op 7 april. Ja, 15 jaar. Ja, nou, echt, ik vond het een heel mooi filmpje. Maar even een paar dingen die niet in het filmpje zitten. Eigenlijk de belangrijkste vraag is... wat vind jij... want jij zit nu bij het Westen, hè? Het is een eer, hè? Aan deze kant te zitten. Ja, het is een eer. Ja. Maar wat vind je... Het is natuurlijk een heel kleine, onbeduidende vraag, maar toch... Wat vind je dan zo bijzonder, anders... Ik durf te zeggen misschien goed... aan het Westen in vergelijking met het Oosten, wat Roemenië dat jij gewend was? Er zijn veel leuke dingen, goede dingen. Wat mij, wat ik interessant vind, is dat we heel naïef zijn. En dat, hier in het Westen? Ja, we zijn heel naïef, we weten zoveel dingen niet en dat vind ik heel gevaarlijk. Het is gevaarlijk voor onze toekomst eigenlijk. Ja. Ik word nog steeds gevraagd, of wij wc's in Roemenië hadden. Ja. Dus ja, dit is de beste vraag die iemand je kan stellen tijdens een lezing. Ja. Hadden jullie wc's in Roemenië? Dan zeg ik altijd nee, voor de wc's ben ik naar Nederland gekomen. Oké, maar dus... nu hoor ik al heel veel ironie en bijna cynisme. Maar weet je, je hebt de vraag bijna omgedraaid. Zeg maar, naïviteit heb je als een gevaar, als iets wat niet goed is hier, heb je genoemd. Maar even terug naar mijn vraag. Wat is nou zo goed aan... En het leven hier, en het systeem, of hoe je het wil noemen. Nou, als je mij deze vraag 4 jaar geleden had gesteld, dan had ik een hele rij goede dingen. Bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, je kan hier 5 soorten brood bij de bakker kopen. Ik weet niet bij welke armoedige bakker jij komt. 5 soorten. Ja, bij mij in Rijswijk, ja. Oké, Rijswijk. Ja. Oké, ik snap het helemaal. Ja, ik heb ook in Rotterdam gewoond. Ik weet er alles van. Ja, Rijswijk, Rotterdam. Dus ja. 5 soorten brood. Je hebt geen honger meer. Ja. Je hebt het gevoel dat je vrij kunt leven. Je hebt het gevoel, hè. Mijn schoonmoeder had wel veel trekjes van Elena Ceausescu. En mijn leidinggevende in Den Haag had ook veel van Ceausescu. Dus ik ben gevoelig voor dictatuur geworden, voor censuur. Ja. En ik herken hier in het Westen ook vaak dictatuur en censuur. Dus we hebben veel goede dingen, maar we blijven een beetje naïef en we zien het gevaar niet. Ja. Bijvoorbeeld als iemand de taal misbruikt, zoals Thierry Baudet of
Ik kan ook andere voorbeelden geven. Dit is heel gevaarlijk en dat zien we niet. We geven commentaar aan Minerva of de uil van Minerva of zo. En dan twee dagen later stoppen we met daarover praten. Dit is heel gevaarlijk, want ik kom uit een taal die misbruikt was bijna 50 jaar lang. Ja, 50, en het is een eer om in een vrije taal te schrijven. Maar is de vraag, hoe lang? Zal de taal vrij blijven? Ja, mooie vraag. Sterk, hè? We gaan de avond ook met een hopelijk met een alarmerend geluid eindigen. Met een bijdrage van Eva Rovers. Maar het is pakken met over een half uurtje. Blijf je ook bij ons vanavond of moet je terug naar Rijswijk direct vanavond? Dus na afloop kunnen mensen je aanspreken? Ja, natuurlijk. Ja. Okay. Ja. Want zoals zij in het filmpje zei, van ik stopte met stelen een paar jaar voordat hij ging trouwen. En als je denkt, wanneer was het dan? Wanneer is ze gaan trouwen? Nou, dan kan je haar bij afloop kan je haar aanspreken zoals we in het Westen gewend zijn. Koop een biertje voor haar en dan praat ze gewoon verder met je. Ik ben Roemeens, let op je portemonnee. Een Roemeen met zelfspot. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Je gaat terug, oké. Even voor de volledigheid. Het filmpje dat we net zagen is een onderdeel van een curtain project. Iron Curtain Project gaat in december een pop-up museum opzetten over democratie en dictatuur. En soortgelijke filmpjes over hoe om te gaan met de dictatuur van mensen van de eerste hand. Mensen die het hebben meegemaakt. Dus we krijgen straks nog één filmpje te zien, maar dan gaat het over heel simpele dingen. Dingen zoals, val vooral niet veel op. Werk mee met het regime. En verbouw je eigen groenten. We zagen dit, straks nog één filmpje. En de filmpjes zijn gemaakt door Emmy Colau en Maarten Kal. Yes, en dan gaan we verder met een persoonlijk verhaal vanuit het perspectief van de burgers. Hoe het is om in een dictatuur te leven. Met Eva Pieper. Welkom, applaus. Alsjeblieft. Ja, Eva, dramateur geweest, theatermaker, nu communicatiespecialist, maar daarom zit je hier eigenlijk niet vanavond. Je zit om te vertellen over, jij bent geboren in de DDR. Kan je ons even een beeld schetsen van hoe jouw jeugd eruit zag? Ja, ik noem zelfs het jaartal, omdat ik denk dat dat voor mijn geschiedenis belangrijk is. Ik ben in 1956 in Oost-Berlijn geboren. Als kind van twee ouders die aan het eind van de oorlog en vlak daarna hun studie hebben afgesloten. En die allebei actief zijn geweest in het verzet tegen het naziregime, tegen het fascisme. En die bewust hebben gekozen voor een leven in Oost-Berlijn in de DDR om een democratisch systeem te helpen opbouwen. Woonden ze eerst aan de westkant? Zijn ze echt naartoe verhuisd? Of? Nee, zij zijn geboren, maar ze hadden allebei de kans door hun studie. Mijn moeder heeft in München gestudeerd. Mijn vader in Breslau in Polen, maar was later in Hamburg. Zij hadden daar ook kunnen blijven. Ja. En in eind jaren 50 groeiden zij heel erg uit elkaar, politiek gezien ook. Okay. Mijn moeder was een vrijzinnige geest en die zag steeds meer dat de beloftes van de dictatuur of van de democratie niet werden waargemaakt. En zij ergerde zich aan de bureaucratie, aan de beperkingen, aan de onvrijheid. Kan je om ons een beeld te schetsen, waar kwam zij dat in haar dagelijks leven in tegen? Zij was kinderarts, was een van de weinige kinderartsen die was gebleven, die niet naar het Westen was uitgereisd. Zij had na de oorlog ook een project opgezet voor kinderen die zonder ouders uit het hele Oosten kwamen, samen met twee anderen, een psychologe en een gynaecologe, om kinderen op te vangen. Ja. Voor het eerst ook, in de naoorlogse geschiedenis, met een mentale begeleiding, echt met een traumaopvang. En zij wilde dat project heel erg graag doorzetten. Maar zij had zich daarin moeten verbinden aan de Sovjetische ideologie. En dat wilde ze niet. Okay.
Ze werd toen, kreeg een staatspraktijk in Oost-Berlijn. En ook daar ervoer zij dat er niet voldoende medicamenten waren. Dat kinderen iets nodig hadden. Dat begon soms alleen al met voedingsmiddelen, zoals bananen of slagroom, om aan te sterken. Dat was er niet. Nee. En als je niet het grote geluk had een oma in het Westen te hebben, die af en toe met een grote tas langskwam als dat kon, dan piste je naast de pot. Ja. Zij had ook een Stasi-medewerkster in de praktijk. Die ook controleerde hoe zij recepten voorschreef. Dat was een soort verplicht opgelegde openbare spion, zeg maar. Ja. 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 Ja, en dat was bekend. Ja. En zij probeerde, mijn moeder probeerde toch daar tussen de marge echt. Ja, en je zei vinden. Van mijn ouders groeiden heel erg uit elkaar. Ja. Dus wat gebeurde er met jouw vader? Mijn vader werd lid van de Communistische Partij. Want hij had het idee, zoals ook Margot Honecker nog na de val van de muur zei, wij moeten geduld hebben. Ja. Het kapitalisme geeft ons niet de ruimte en de tijd. Hij was notaris, arbeidsrecht, jurist arbeidsrecht in de eerste Sovjetische actiemaatschappij. Hoe vertaal je dat nou in het Nederlands? Een heel groot Sovjetisch bedrijf in Oost-Berlijn. En hij werd ook lid van de Volkskamer, van de Tweede Kamer. En mijn moeder had het idee, wij gaan op een gegeven moment weg. Ja. En mijn vader vond dat zij moesten blijven. En dat is onder andere naast andere factoren de reden geweest dat zij gingen scheiden. Ja. En nou, wat maakte je mee van hun strijd als kind? Maar ook vind ik het interessant te horen wat jij als kind... Heb je als kind door dat je in een dictatuur leeft? Ja. Ja. Nog iets meer over mezelf. Dat tekent namelijk ook niet alleen mijn ouders, maar ook de maatschappij. Ik ben na 3 weken, omdat mijn beide ouders zo intensief aan de opbouw van het communisme meewerkten, in een in eerste instantie een jaar lang naar mijn grootouders gebracht, die op het platteland woonden. Met je zult dat herkennen. Daar was redelijk genoeg eten. Zegt u met 3 weken oud? Ja, met 3 weken oud. Okay. En na een jaar vond mijn vader dat ik er te veel verwend werd. En dat een socialistische opvoeding veel meer socialisatie vereiste. Het leren kennen van regels. Het leren kennen van de gedichten en de liederen die het Oost-Duitse erfgoed. Maar je was toen 1? Ik was toen 1, ja. Ja. En, ik probeer het even voor me te zien. Ja. Hè? De liederen en de gedichten en de socialisatie. Ja. En ik belandde toen in een weektehuis, zoals veel kinderen. Je werd daar op maandagochtend naartoe gebracht en op zaterdagavond weer opgehaald. En toen ik 2,5 was, gingen mijn ouders scheiden. En... er bestond toen geen royale omgangsregeling, dus we zagen elkaar 1 middag per maand. En ik heb altijd aangevoeld dat ik tegen mijn vader bijvoorbeeld niet kon vertellen wat bij ons thuis werd gelezen. Mm-hmm. Dat wij stiekem West-Duitse televisie keken. Dat er vrienden die mijn moeder had gemaakt uit de hele wereld langskwamen. En ook uit het Oostblok, en dat waren voor een deel toch ook dissidenten. Dus die afstand ten aanzien van mijn vader is altijd heel groot geweest. Yeah. En in die zin heb ik hem eigenlijk ook nooit leren kennen. En wat ik voor hem heel dramatisch vond, ik was 18... en hij werd een beetje uit het systeem gebonjourd, want zijn geweten speelde op. En hij vond toch dat er dingen radicaal moesten veranderen en niet meer onderdrukt konden worden, uitgesproken moesten worden. En hij is toen eigenlijk uit al zijn functies gezet. Ja. En is voordat hij aan een 5e hartinfarct overleed, echt diep in berouw geweest en had gehoopt dat wij daar een open gesprek over konden voeren. En ik was 18 en ik dacht,
ik heb mijn hele leven tegen je gelogen. Hoe kan ik nu zeggen dat ik het met je eens ben? Dus dat is heel dramatisch geweest. Yes. En ik denk dat dat ook tekenend is geweest voor heel veel andere kinderen en jongeren. Waarom denk je dat er veel gezinnen waren waarin er echt ook zo'n politieke gespletenheid was? Ja, ja. Ik heb veel vrienden gehad waarbij eenzelfde iets aan de hand was. En ik was een ongeremd, fantasierijk en heel nieuwsgierig kind. En ik wilde graag zelf doen. En ik wilde heel graag weten. En dat is moeilijk in een maatschappij waarin je in de pas moet lopen. Waarin je, zoals jij ook net beschreef, voortdurend bang bent dat je buurman, je buurvrouw, je vriendje, misschien wel de moeder van je hart, van je boezemvriendin voor de Stasi werkt. En waarin je ook voortdurend afgeremd wordt, geblokkeerd wordt op het moment dat je niet meeloopt. We hadden, dat ben ik er net vergeten te zeggen, maar eigenlijk zou voor ons gesprek zou Ab Dijksterhuis hier nog een kort verhaal houden over gelukkig zijn onder dictatuur. Maar hij moest helaas op het allerlaatste moment afzeggen. Maar nu kan ik gewoon met jou daarover praten. Ja. Want vertel je wat voor moeilijke situatie het in je gezin volgde. Maar ook hoe jij als kind met al jouw wensen en ambities werd geremd. Kan ik daarmee concluderen dat je eigenlijk niet gelukkig kan zijn als je als burger in een dictatoriaal systeem? Nee, dat kun je zeker niet concluderen. Het gevoel van remming, belemmering, van controle heeft mij altijd op de nek gezeten. En dat heeft ook mijn hele carrière heel sterk beïnvloed. En tegelijkertijd, ik denk zoals overal, in welke dictatuur of in welk oorlogsgebied dan ook, wij hebben gelukkig de drang te overleven. En in die drang te overleven het fijn te maken, het mooi te maken, het sociaal te maken, met elkaar te delen. En want snap je ook iets van die nostalgie die sommigen voelen? Nee, ik wil eerst nog. Okay. Mag ik eerst nog iets meer vertellen? Ja. Kijk, je gaat natuurlijk in zo'n situatie ook heel erg bij elkaar zitten. Je gaat je verbinden. En aan de ene kant heb je het ook heel sterk nodig, omdat je morele of ideologische steun zoekt. En ik heb die gevonden in een theaterclub en in de protestantse studentengemeenschap, waar wij alle verboden boeken lazen, die wij echt waar, dat kunnen wij ons nu niet meer voorstellen, op een oude typemachine uittypten en met gevaar voor eigen leven in zo'n oude printermachine gingen uitprinten. En dan mocht jij een exemplaar lenen, maar volgende week moest dat verder worden gegeven. En dat geeft een super gevoel dat je, wat jij eigenlijk beschrijft over het lezen van boeken, dat je voor jezelf een niche hebt gevonden, voor je de rijkdom. Die gedanken zijn vrij. En dat je die met een kleine groep mensen ook ten alle tijde kunt delen. Het was eigenlijk ook een fantastische belevenis om met mensen te ruilen. Stel, je hebt een onderdeel voor de wc nodig en ik ben in staat om een kilo bananen, wat een ontegenzeggelijk rijkdom is, te scoren. Dat zijn onvoorstelbare dingen. En, is dat iets wat je nooit kan begrijpen als je het niet hebt doorleefd? Ik denk het niet, nee. Omdat je dan ook niet weet wat scharrelen is en het bij elkaar scharrelen. En hoe je dat doet en welke trucjes je gebruikt. En hoe je eigenlijk ook... Kijk, ik ben nu mijn brood verdienen met het feit dat ik heel goed ben geworden in het lezen van non-verbaal gedrag. Want dat was voor mij een graadmeter. Kan ik mensen vertrouwen, ja of nee? Want een koude oogopslag of een handgebaar of een stembuiging verraadt heel veel. En ook dat was voor velen van ons een sport om ons daar gezamenlijk in te verdiepen. Ja. En,
En we hebben natuurlijk ook heel erg veel lol gehad. En daar was heel veel humor, wrange humor, wrange grappen. Maar die zijn ook leuk. Ja. En daarin kun je heel gelukkig zijn met elkaar. Ja, dus het kan wel degelijk. Dat kan wel degelijk. Ja. En gelukkig zijn we, hebben we het overlevingsgen in ons. Ja. 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 We zijn nu 30 jaar later. Ja. Of we zijn 30 jaar later dat de muur is gevallen. Ja. Is het voor jou een feestelijke dag? Ja. Ik heb de DDR in 1978 moeten verlaten. En dat is een... dat is heel zwaar geweest. Ik was toen nog net niet 23. Ik had al een jaar huisarrest. Ik heb 2 keer heel kort in de gevangenis gezeten. Dat had te maken met de uitreis van Wolf Bierman, waar ik kind aan huis was. Wie was dat? Voor degene die het niet Wolf weten. Bierman was een protestzanger die in de jaren 60 vanuit West-Duitsland naar Oost-Berlijn is verhuisd. Nee. En omdat hij vrij snel regime kritisch werd, ook optreedverbod kreeg. En hij is voor velen misschien bekender, omdat hij de stiefvader is van Nina Hagen. Ah, okay. En ik heb uiteindelijk de laatste poging die het regime deed om mij weer op het rechte pad te krijgen, was verplicht werken in een bierbrouwerij. Dus ik ben trotse bierbrouwer en mouter geworden. Het heeft niet mogen baten. En voor mij was de DDR een onrechtsstaat. Dus voor mij is het feest. Feest. Ja. En hoe kijk je dan op deze feestelijke dag... Ja. Naar de ontwikkelingen nu in sommige landen in Oost-Europa? Ja, ik kan me daar alleen maar bij jullie aansluiten. Ik vind het enorm verdrietig... En ja, en ik begrijp het ook, omdat ik vond het eigenlijk ook heel mooi wat jij zei. Misschien is het voor ons in de DDR nog het allermakkelijkst geweest om het leven opnieuw vorm te geven, omdat de broer West-Duitsland daar was en ons ook meteen opving. En ja, het is ook voor veel mensen een hard gelach geworden. En vergeet niet, we komen uit generaties die de Eerste, de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Met alle verschrikkingen van dien, daarna de volgende dictatuur. De hoop, de valse hoop op economische welstand. En die is niet ingelost. En ja. Was er nog een vraag uit het Westen? Ja, dank jullie wel, dank jullie wel. Sowieso dank voor je openhartig gesprek. Maar ik heb maar een heel korte vraag. Hoe ben jij in 1978 in Nederland, ondanks je gevangenisstraf en dat soort dingen, hoe ben jij in Nederland terechtgekomen? Hoe makkelijk, moeilijk was dat eigenlijk? En waarom Nederland? Waarom Nederland? Nee, maar ook hoe? Ja. Nou, dat had 2 redenen. 3 zelfs. Ik had een oom die als homo en jood de oorlog in Amsterdam heeft overleefd. En die heb ik als 6-jarig meisje leren kennen. Hij werd ook socialist, dus die 68er jaren vond hij geweldig. En hij had mij katjesdrop meegebracht. Ja, dan ben je verloren. Dan ben je gewoon verloren voor het leven. Dan is het einde gesprek, ja. De DDR of de Stasi bood mij uiteindelijk een deal aan. Wat boden ze je aan? Een deal. Een deal? Ah. Ja, ik leverde namelijk niet te veel geld op in de moderne mensenhandel die er bestond, want ik had nog geen studie. Ja. Maar ze zeiden, ga jij maar lekker met iemand trouwen uit het kapitalistische buitenland en dan graag met iemand uit Nederland, want Nederland had de DDR diplomatiek erkend en dat leverde de DDR een punt op aan het voldoen van de mensenrechten van Helsinki. Namelijk dat je daar kunt leven waar je gelukkig wordt.
En ik heb familie in Bulgarije en ik had een neef die was nogal bekwaam in het opscharrelen van mensen. En die heeft toen een Nederlandse dienstweigeraar voor mij gezocht. En zo is het gekomen. Je bent gekoppeld aan iemand. Ik ben gekoppeld aan iemand. Mijn god, jullie lijken wel Iraniërs daar. Ja. En ik bedoel het positief, hè? Ik bedoel positief. Sloes. Eva, heel veel dank voor je openhartigheid. Eva Pieper. Oké, wij hebben nog één video te gaan en één speech. Het tweede portret, dus over overlevingsstrategieën voor in de dictatuur. We gaan Ivona zien. Ze komt uit Polen oorspronkelijk en werkt als psychotherapeut in Brabant. En ik ga het al verklappen wat haar boodschap is. Want, maar ze gaat zelf ook mooi zeggen, wees niet bang, is haar advies. Want wie niet bang is, kan vrij zijn, zelfs in extreme omstandigheden. Even een filmpje van 5 minuten. Ik ben als kind opgegroeid in een vliegbasis. Mijn vader was straaljagerspiloot, dus officier. Mijn vader was communist. Wij woonden in een heel klein wijkje, midden in de bossen. Zo onbezorgd leven, heel beschermd, achter prikkeldraad, dat wel. We moesten naar school buiten ons wijk. En dat was een textielindustriestaat, die heel vervuild was, stinkend, naar zwavel, naar allerlei. En ineens zag je een soort van klassenverschil. Je voelde je totaal uit andere wereld dan die kinderen. Die waren, zagen zo grauw, grijs, niet gezond. En toen zag ik, ja, hoe kan dat? Wat verdik. Ik studeerde psychologie op de Warschau Universiteit. En dat was zo'n beetje een nest van oppositie. In 1981 gingen wij staken, fabrieken en kantoren en universiteiten. Dus de hele Polen ging in staking. Hele Polen gewoon. Mijn vader bracht me nog met slaapzakken, een slaapmatje, naar de staking. Hij was daar niet mee eens, niet helemaal mee eens, maar ook niet tegen. Wij waren boos, maar ik ook. Ik voelde dat persoonlijk voor het eerst wat onderdrukking betekende. Met opzet ons moe maken, kapot maken, ons niet serieus nemen om ons klein te krijgen. Dit, dat heb ik voor het eerst gevoeld. 2 weken na het stoppen van onze staking, studentenstaking, kwam die staat van beleg. Daar kwamen soldaten met de geweren op straat. Televisie werd doof. Telefoons werkten niet. Maar voor het eerst emotioneel voelde ik wat dat betekent, dat je onder druk wordt. Ik ging op school werken. Als schoolpsycholoog of schoolpedagoog heette dat. In zo'n zware communistische school. Op een gegeven moment werd ik gevraagd om met de politie, dat was toen militie, op straten te lopen en jongens te vangen die aan de spijbelen waren. Ik weigerde. Dat was ongekend. Er ging zo roem over school. Ze heeft geweigerd. Wat gaat nu gebeuren? Niemand durfde met mij te praten. Ik liep door de gang. Niemand durfde met mij in contact te komen. Waren ze zo bang om met mij gezien te worden. En ik vond haar zo absurd. Ik vond haar zo komisch. En ik heb me nog nooit zo vrij gevoeld. En niet bang. Daar werd mijn contract met mij niet verlengd natuurlijk. Je kan niet in een pas lopen, want dan verlies je alles. Zoiets als pas lopen was niet aan de orde. Dat is dus ook de manier om je niet te laten onderdrukken. Dat je gewoon je eigen leven in je eigen handen neemt.
die andere mensen, dus mijn collega's, leraren, die dachten dat ze meer te verliezen hadden. Want ze zouden dan baan verliezen en nooit meer baan kunnen vinden. Want daar zouden zo consequenties kunnen zijn. En die waren ouder, die hadden gezinnen. En die hadden geen net, vangnet, zoals ik had. Dus ik begrijp voor een stuk hun angst. Maar voor een stuk, ook niet. Ik durf veel, dat wel. Ik heb gevlogen vroeger. Ik heb ook vliegbrevet. Ik heb motor gereden door Himalaya. Dat is in mijn persoon. Dus misschien ben ik ook persoon die dan veel durft. De essentie is, wat niet bang te zijn, is dat je je vrijheid behoudt en je autonomie behoudt. Voor de volledigheid, dit filmpje en het andere filmpje, allemaal onderdeel van een pop-up museum van Iron Curtain Project. En het wordt in december geopend. Allemaal is strategieel hoe om te gaan met een dictatuur. Onze laatste speech. Iemand die ons gaat meenemen naar een schijnwerkelijkheid, een schijnvrijheid. Denk aan de Matrix. En dan wil ik graag Eva Rovers naar voren roepen. Eva Rovers, kunsthistoricus, zou je alsjeblieft daar plaats willen nemen? Je gaat een speech houden voor ons. En Eva kennen jullie waarschijnlijk van haar biografieën en anders van haar boek Praktivisme, een handboek voor heimelijke rebellen. Eva, jij mag de avond bijna afronden. Misschien hebben we daar dan nog één of twee vragen voor jou. En daarna gaan we die kant op. En die kant op gaan we naar foyer. Jij gaat ook mee. En dan gaan we de muur afbreken en vervolgens met elkaar nader kennis maken. Ja? Ga je gang. Ja, een alarmerend verhaal zou ik gaan houden, hoor ik net. Nou, ik zou niet weten waarom. We hebben gehoord hoe verschrikkelijk het is aan jullie kant. En ik kom daar vandaan en hier is het helemaal fantastisch. Wij zijn helemaal vrij van ideologieën. We zijn vrij van spionage. We hebben onze eigen privacy. We hebben onze vrijheid om te doen en te laten wat we willen. Het is helemaal geweldig. Ik bedoel, wij vragen ons echt af waarom jullie in godsnaam je zo ongelooflijk lang onder de duim hebben laten houden, werkelijk. En daar hebben wij natuurlijk een idee over, waarom dat zo is. Hele goede marketing. We snappen wel een beetje hoe dat werkt natuurlijk. Dat nazisme en dat communisme, dat had gewoon ook wel een goed verhaal. En vooral een goede marketingman. Goebbels, marketingmannetje van Hitler. En die had een hele slimme uitspraak. Die had het helemaal door. Het geheim van propaganda is mensen zozeer doordringen van de gewenste ideeën, dat ze niet meer beseffen dat ze überhaupt van die ideeën doordrongen zijn. Ja, laat het maar even doordringen. Het geheim van goede propaganda is mensen zozeer doordringen van de gewenste ideeën, dat ze zelf niet meer beseffen dat ze van die ideeën doordrongen zijn. Best slim. Kortom, wil je een volk aan je onderwerpen, moet je ze gewoon het idee geven dat ze jouw ideeën zelf hebben bedacht. Dan kan je ze laten doen wat je wil. Anderen de dood injagen, grote parades voor je organiseren, hun geld en vrijheid op een gouden schaaltje naar je toe komen brengen. Mensen leven in onvrijheid, maar ze denken en ze gedragen zich alsof ze. En ze denken en gedragen zich zoals jij wilt, maar ze hebben het niet eens echt door. Ze denken niet voor zichzelf, het zijn gewoon een soort marionetten. Trek aan een touwtje en ze strekken allemaal hun rechterarm uit. Nou, godzijdank kwam daar een einde aan. De muur viel, het einde van de ideologieën, van de propaganda. De democratie won het van de dictatuur. Kapitalisme van het communisme. Welvaart en vrijheid voor iedereen. Een einde aan de onderdrukking. Een einde aan de propaganda. Een einde aan de spionage. Een einde aan de censuur. Een einde aan de onvrijheid. Het leven in het Westen werd voor iedereen toegankelijk.
vrijheid, blijheid. Je mag zeggen wat je denkt, je mag denken wat je zegt. Je mag je leven zo invullen als je wilt. Je mag werken waar je wilt, je krijgt fatsoenlijk betaald. Je kan kopen wat je wilt. Er wordt niet aan touwtjes getrokken. We zijn geheel vrij om te doen en te laten en te denken wat we willen. Denken we. Het geheim van propaganda is mensen zo zeer doordringen van de gewenste ideeën dat ze niet beseffen dat ze ervan doordrongen zijn. Zouden wij misschien ook niet doordrongen zijn van bepaalde gewenste ideeën zonder dat we doorhebben dat we ervan doordrongen zijn? Van een ideaal dat we zo vanzelfsprekend vinden dat we niet meer beseffen dat het ons eigen ideaal is, dat het niet ons eigen ideaal is, maar dat het beetje bij beetje bezit van ons genomen heeft. Hebben wij ons sinds de val van de muur eigenlijk ook niet gewillig uitgeleverd aan een systeem, aan een ideologie? Sinds de val van die vreselijke muur wordt met grote vanzelfsprekendheid gezegd dat die tijd van die grote ideologieën voorbij is. Maar is dat wel zo? Heeft die ideologie tegenwoordig niet alleen een heel ander gezicht, hier zo in het Westen? Of beter gezegd, heeft het wel een gezicht? Ligt die ideologie misschien niet als een soort onzichtbare deken over ons dagelijks leven? En heeft dankzij die anonieme aanwezigheid het zich helemaal tot in de diepste nerven van onze westerse wereld kunnen verbreiden? Kwam toen in 1989 het communisme werd verslagen door het kapitalisme, daarmee het tijdperk van ideologieën wel echt ten einde? Of brak er alleen maar een nieuwe fase aan? We willen natuurlijk daar aan die kant heel erg graag geloven dat er in het Westen geen overheersende ideologie is. En dat wij in alle vrijheid handelen en denken. Maar het ingenieuze van die westerse ideologie is dat we denken dat er geen ideologie is. Dat we zelf in alle vrijheid ons leven vormgeven. Het is kortom de ultieme realisatie van Goebbels' befaamde uitspraak. Het geheim van propaganda is mensen zodanig doordringen van de gewenste ideeën dat zij niet beseffen dat zij er überhaupt van doordrongen zijn. We denken en handelen grotendeels zoals van ons consumenten wordt verwacht, vanuit onze portemonnee. Braaf juichen we mee als het CBS bekend maakt dat de economie is gegroeid. We zijn de koopkracht gaan beschouwen als een graadmeter van geluk. Groei is goed en meer is altijd beter. De ideologie getrouw consumeren we ons een slag in de ronde en denken we oprecht dat we daar gelukkig van worden. En daarin zijn we zo geoefend dat we niet beseffen dat we geluk verwarren met comfort. We gedragen ons alsof het leven een weekendbijlage is. We staren ons blind op roem, op luxe, op mode, op recepten, reizen en interieurkeuzes. Maar voor de wezenlijke zaken sluiten we toch liever onze ogen. Te verontrustend, te deprimerend. Het gevolg is dat alles wat ons comfort in de weg staat, we zijn gaan zien als een bedreiging van ons levensgeluk. Natuurlijk willen we best ons afval scheiden, maar we zijn niet echt bereid om aan ons comfort te tornen. Substantieel minder consumeren, minder nieuwe spullen kopen, minder vaak in de vliegtuig stappen. Eigenlijk leven we, dat hebben ze zelf niet door, dat maakt niet uit, maar ik zeg het even tegen jullie. Aan die kant in een totalitaire welvaartsstaat. Niet mijn idee hoor. De filosoof Herbert Marcuse heeft dat in 1964 al geschreven. Een repressief regime waarin niet een dictator het voor het zeggen heeft, maar de bevolking zichzelf onder de duim houdt. Zichzelf vrijwillig gevangen houdt in een tredmolen van oneindige productie en consumptie. Of in meer hedendaagse termen, want onze eigen taal spreken we in die kant niet meer hoor. Dus work, consume, sleep, repeat. Work, consume, sleep, repeat. We denken vrij te zijn, maar beseffen niet dat we de slaaf zijn van onze eigen consumptiedrift. Net zoals dat we niet beseffen dat onze opvattingen niet van ons zijn, maar ons worden ingefluisterd door reclame. Reclame.
die altijd en overal aanwezige apostel die de ideologie van het consumentisme verspreidt, predikend dat bezit, gemak en overdaad de voorwaarden zijn voor geluk. Over media hoeven we het niet eens te hebben. Hè. We vinden het volstrekt normaal dat dat nieuws dat we horen en dat we zien omlijst is door reclame. Dat je niet online kan gaan zonder gebombardeerd te worden. Advertenties volledig geaccepteerd, maar ook op straat. Ik weet niet of iemand wel eens geprobeerd heeft hoe lang je op straat kan zijn zonder reclame te zien. Meestal is het met één stap buiten de deur al gedaan. Bushokjes, etalages, uithangborden, lantaarnpalen, trams, stations. De publieke ruimte baat in reclame. En stadsbesturen vinden dat geen enkel probleem, want het levert geld op. Goed voor de economie. En dus krijgt de Nederlander gemiddeld per dag 377 keer. En dat is de lage schatting. En dat betekent dus iedere 3 minuten dat je wakker bent. Iedere 3 minuten dat je wakker bent, 377 keer per dag, krijgen wij aan die kant van de muur te horen dat ons leven niet goed is zoals het is. 377 keer per dag krijgen we te horen dat er iets ontbreekt. 377 keer per dag krijgen we te horen dat er echt iets beter kan. 377 keer per dag horen we dat we dat iets kunnen kopen. Jaarlijks worden er door het bedrijfsleven tientallen miljoenen gestopt in het psychologisch en neurologisch onderzoek om ervoor te zorgen ons nog beter, nog slimmer te kunnen verleiden, spullen te kopen die we niet nodig hebben en eten te eten waar we niet bepaald gezonder van worden. En niemand aan die kant van de muur, niemand in dat vrije, kritische Westen, komt in opstand tegen die vorm van massamanipulatie. Niemand vindt het volstrekt normaal. Sterker, aan die kant van de muur betalen ze grof geld, echt veel geld. Je kan daar heel veel bananen van kopen, kan ik u vertellen. Heel veel geld om met hele grote reclame op onze kleren en schoenen rond te gaan lopen. Van jongs af aan wordt ons geleerd dat teleurstelling en pijn, het gevoel van zinloosheid, dat het allemaal verzacht kan worden door spullen te kopen. Door op vakantie te gaan, door naar een festival te gaan. Een materiële pleister op een emotionele wond. Dat werkt ontzettend goed. Tegelijkertijd wordt er ook constant op gehamerd dat individueel succes het hoogst haalbare is. Want oh wee als je niet goed presteert. Als je geen succesvolle loopbaan hebt, niet de ideale relatie vindt. Hel en verdoemenis als je niet het perfecte leven leidt. Want als je daar niet in slaagt, is het dus gewoon je eigen schuld. Wat voor reden dan ook, het ligt altijd aan jezelf. Dus geen wonder dat het aantal depressies, burn-out en angststoornissen aan die kant van de muur best wel epidemische vormen begint aan te nemen. Misschien dat we aan die kant van de muur toch slachtoffer zijn van een alomvattende ideologie. Niet van het communisme, maar van het consumentisme. Je hoeft geen wiskundewonder te zijn om te beseffen dat groei niet oneindig kan zijn. En toch houden we ons iedere dag weer voor dat groei goed is en meer altijd beter. Dat op een gegeven moment de grond uitgeput is, de zeeën leeg zijn gevist en de grondstoffen stomweg op zijn, dat stoppen we lekker aan de kant. Hoewel dat idee begint langzaam aan een beetje door te dringen momenteel. We zien het probleem, we beseffen ook wel dat er een soort onhoudbaarheid is aan dat eindeloos consumeren. En we zien ook wel dat er wat moet gebeuren. Een aantal mensen in ieder geval beseft wel dat een opwarmende aarde en dat toenemen van droogte, schaarste van water, stijgende zeespiegels dat, en in elkaar klappende ecosystemen, dat misschien wel een probleem met zich mee gaat brengen. Maar wat doen wij daaraan als verlichte westerlingen? Misschien toch een beetje consuminderen. Misschien toch net een keer niet dat vliegtuig nemen. Misschien 1 keer in de week niet een nieuwe outfit kopen of een nieuwe gadget. Misschien kopen we een zonnepaneeltje. Kortom, we gaan de problemen te lijf als consument en als individu.
We denken namelijk echt dat de oplossing bij ons als individu ligt. Want zo zijn we in het Westen grootgebracht. Individuele vrijheid, individuele macht, maakbare mens. Dat is wie wij zijn. Is er een probleem, gaat de wereld ten onder. Wij als individu zijn verantwoordelijk en wij zullen het dus moeten oplossen. De consument is een individualist. Een beter milieu begint bij jezelf. Toch, hè? Die kennen we allemaal van jongs af aan mee grootgebracht. We hebben ons met die slogan echt totaal in slaap laten sussen. Een betere wereld begint bij jezelf. Als wij gewoon maar zonnepanelen leggen, kunnen we ophouden met denken. Kunnen ophouden met zorgen maken. Want meer kunnen we niet doen. We hebben ons dingetje gedaan. Beter milieu begint bij onszelf. We doen wat we kunnen doen. Beetje minder hier, beetje minder daar. De rest is uit onze handen. Wat een onzin. We hebben die slogan dus volkomen verkeerd begrepen, als die al ooit op een andere manier bedoeld was. Misschien begint een betere wereld bij onszelf, maar als we niet uitkijken, houdt die daar natuurlijk ook onmiddellijk weer op. Het is natuurlijk heel erg leuk dat we allemaal ons plastic recyclen. Heel goed idee ook trouwens. Goed over nagedacht. Wij als individu gaan allemaal onze plastic bakjes in een aparte container doen en vervolgens weer een andere aparte container gooien. En dat wordt dan, ik geloof, nog geen 10% ervan wordt dan misschien eventueel nog een keer verwerkt tot weer een ander plastic product wat we eigenlijk ook niet echt nodig hebben. En ondertussen blijft een bedrijf als Coca-Cola 3400 plastic flesjes per seconde produceren. 3400 per seconde, u hoort het goed, dat is alleen nog maar Coca-Cola. Dweilen met de kraan open lijkt mij een understatement. Recyclen is symptoombestrijding, zonder naar de ziekte als geheel te kijken. Door merken, modeketens en prijsvechters laten we ons constant verleiden om onszelf in gijzeling te houden. En we zijn ook nog zo gek om hun afval op te ruimen. We denken oprecht dat wij als individu verantwoordelijk zijn. In plaats van dat we beseffen dat we de verantwoordelijken verantwoordelijk moeten houden. Want die zijn er natuurlijk ook. Wij kunnen daar wel de broekriem gaan aantrekken. Maar ja. Wat te denken van die slechts 100 bedrijven die voor 3/4 van de wereldwijde CO2-uitstoot zorgen. Of die wereldleiders die politiek als een soort populariteitswedstrijd zien en daarom niet de onpopulaire maatregelen durven te nemen die nodig zijn voor een energietransitie. Een transitie die, zoals we allemaal wel weten, best wel nodig is, want er dreigt geen klimaatcrisis. We zitten er al lang middenin. Het feit dat het lek niet aan deze kant van de muur zit, wil niet zeggen dat we niet alsnog gaan verdrinken. Maar we doen alsof er niks aan de hand is. Alsof we met een beetje recyclen, met een paar zonnepaneeltjes, de boel wel kunnen oplossen. En dan vinden we het nog gek ook dat er mensen zijn die om een sterke leider vragen. Vreselijk, dat is echt iets voor de andere kant van de muur. Zou het niet zo kunnen zijn, lieve mensen in het Westen, dat wij ons niet zozeer gehoord voelen. Dat wij vergeten zijn hoe we ons moeten uiten, hoe we onze stem moeten laten horen. Dat we inderdaad vooral bezig zijn met eat, sleep, consume, repeat. En dat we denken dat als we iets willen veranderen, dat we dan eens in de 4 jaar naar de stembus moeten gaan of eens een keer een protestje kunnen organiseren. Alsof dat het enige is wat we kunnen doen. Er ligt heel veel macht bij ons en we laten hem liggen. We laten ons net zo onder de duim houden als ze aan die kant van de muur jarenlang hebben gedaan. We moeten die muur neerhalen, die muur van consumentisme. We moeten bedenken dat we geen consumenten zijn, maar dat we mensen zijn. Dat democratie heel veel meer is dan eens in de 4 jaar naar een stembus gaan. We zouden ons hard kunnen maken voor politieke leiders die stelling durven te nemen, maar die ons vooral ook laten praten, die met ons mee durven beslissen, die ons laten beslissen. Mensen, burgers, zijn niet op hun achterhoofd gevallen. En we denken iedere keer, nou, misschien dan een referendum? Nee. Wat bijvoorbeeld te denken van een burgerberaad? Zou je niet mensen gewoon met in de kamer kunnen zetten? Een stuk of 100 mensen in om een beslissing te nemen over eventueel verruiming van de abortuswet. Dat hebben ze gedaan. 100 geloten burgers, een aantal weekenden lang, in een hotel gezet.
ze met elkaar laten praten. Ze laten informeren door experts, door voor- en door tegenstanders. En vooral met elkaar in discussie laten gaan. En wat bleek? Deze 100 Ieren, die zich eigenlijk nooit zo heel erg politiek betrokken hadden gevoeld. Die dachten dat ze geen politieke macht hadden. Die dachten dat ze nooit het systeem echt zouden kunnen veranderen in een eentje. Die stemden voor, of die gaven als advies, dat misschien die abortuswetgeving toch eens verruimd zou kunnen worden. En zo geschiedde. Een grondwet in een zeer katholiek land werd aangepast met de verruiming van de abortuswet en het homohuwelijk. Wij burgers zijn meer dan consumenten. Wij burgers zijn meer dan mensen die eens in een paar jaar naar de stembus gaan. Wij burgers zijn slim en we kunnen heel goed samenwerken. Maar niet als we ons als consument laten benaderen en niet als we ons als individu laten benaderen. Als strategie willen we iets veranderen in het Westen. Organiseer je. Maak een plan, doe het samen en ben een mens. Dank jullie wel. Alsjeblieft, Eva. Nou, met dit zwartgallige verhaal van Eva, waarbij je het zelfs waagde om ons symbool, Coca-Cola, bijna in een negatief daglicht te plaatsen. Hoe kan dat nou? Maar dat kan ook alleen maar in het Westen, hè? Dat je dat hier commentaar kan geven. Overigens, ik zat de hele tijd te kijken naar onze spreker al eerder, Mira. Die zat echt met een glimlach van herkenning naar jouw negatief praatje te luisteren. Dat baart mij toch weer zorgen. Misschien doen we toch niet helemaal iets hier goed. We gaan het afronden. We gaan het afronden. Een paar praktische dingen. Allemaal de koptelefoons die moeten hier blijven. En ik ga niet doen alsof het alleen maar voor het mensen in het oosten gericht is. Geldt ook voor jullie. Allemaal de koptelefoons hier achterlaten. We gaan zo meteen. De mensen aan de kant van Mythe Vrezen, die gaan daar, de Mythe gaat daar staan, ik ga hier staan. We gaan met z'n allen naar buiten. Een muur gebouwd en dat gaan we afbreken, symbolisch. En zoals het toen, 30 jaar geleden, gebeurde, gebeurde het aan jouw kant. Zeker. Ja, ja. Ja. Dat is één ding en voor de rest, rest mij alleen maar om te zeggen. En dan is het feest. En dan is het feest, precies, ja. Dan worden die dozen weer weggehaald en of de muurstukjes worden weggehaald. Een kleine voor jou zijn het dozen, hè? Ja, precies, ja. Even kijken, voor de volledigheid. Kijk, zo'n avond als deze komt niet uit de lucht vallen. Heel veel mensen op de achtergrond bij betrokken geweest. Vooral de mensen van Iron Curtain Project Team. Wij hadden vooral met twee van die mensen te maken. En het waren Emmy Colau en Tijl Akkermans. Dank jullie en ook dank voor het hele team natuurlijk. En zonder Zara Toksos van de Bali was het ook niet mogelijk geweest. En natuurlijk onze sprekers en ook de mensen van de techniek die bijna de hele dag de hele stelling in elkaar hebben gezet en nog steeds bezig zijn. Dank jullie wel voor jullie inzet. De sprekers heb ik genoemd en natuurlijk mijn waarde host uit het oosten. Ik zie je aan de kant van de muur. Precies. Dus helemaal opstaan, yes. Pak je spullen. We gaan zo langzaam al naar buiten. Ja, kom maar, kom maar, kom maar. Yes, 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 yes. Even kijken. Nee, wacht, wacht even. Ik hou. Mirte, gaan we lopen? Even kijken hoor. Ik verzamel even als iedereen echt in de startblokken even staat. Even allemaal spullen pakken. Wacht, wacht even, ja. Ja. En ik wacht even op Mirte. Ja, let's go. Oké, we gaan. Kom maar, kom. We gaan even de muur afbreken. Kom maar.